Hallo? 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 Wat is er? Hallo. Welkom iedereen bij deze nieuwe video. Een special met de crew. Hallo! Niet iedereen. We hebben ook een speciale gast. Loldrol. Hallo? Koala. Oh, hij gaat weer weg. Oh, oké. Okay. Sorry. Ik klin een poepje. Ja, nee, jammer dit. Ik klin een poepje. Wat? Ruik het. Oh, een stinkbeer. Oh, stinkberry. En we gaan de attractie doen met elkaar, de Disney Scenes Experience. Leuk, en laten we gaan. Ja, let er aan, inderdaad. Huppakee. Zo, dan rooi je met je dikke kont erdoor. Zo. Nou, de eerste scène krijg je tekst onderin te zien. En dat is als volgt. Hier zie je de tv-studio van Disneycraft. Heb jij geen last van plankenkoorts? Presenteer nu zelf. Dus, en dan ga je gang. Het weer van morgen. Goedemiddag! Dag, lekker, lieve schat van deze Gerard Joling met het nieuws. Ach, Geer, dat doe je toch niet? Nou, jongens. Pieter, wat vindt de jury van jongens en meisjes? Yeah! Hey. En, maar dat was in mijn grafkist, hoor, Cody. Nou, hier zien we 3-4 keer Gia op deze poster. Nou. Is niet zo? We zien jou toch hier? Nou, die linker, dat ben jij, hoor. Ja? jij draagt ook zoveel make-up. Ja, sowieso. Oh, Robby zit daar. Oh nee, dat is deze. Robby zit daar. Ja, die paarse. Robby is die paarse. Kijk, ik heb tenminste een coole Jafar muts op. Ja, en een vieze stinkende vogel die heel dag op je kleed zit te schijten. Ik ben die piraat. Vogel op je lip. Lach nooit tegen een kroon. En wat is hier? De Disney Muppet Show. Oh, leuk. Het is een reclameadvies, je ziet. Ja. Bij het kasteel staan ze, maar dat is niet weer ons kasteel. Weer reclame, ja, jammer dit. Nou, we gaan naar de volgende scène. Nou, laten we doorlopen dan. Kom, regisseur. Kijk, ik kreeg geen melding, wacht even. Krijg ik een melding? Nee? Waarom krijg ik geen melding? Oh ja. En, hoe voelt het nou om het Disneycraft nieuws te presenteren? Kom gauw verder, er is nog veel meer te zien. Weet jij nog dat Constantine de opening wilde verpesten door de lever te stelen? Wees nu zelf Constantine, maar pas op, er kan iets exploderen. Oh jee. Ik ga je weg, ik vertrouw het niet. Ik was het niet. Inderdaad. Gelukkig was dit maar een scène uit een film. We moeten niet aan denken dat dit nog een keer gebeurt. In deze bus kwamen de Muppets aan in het theater voor in de show. Hij staat geparkeerd bij de span en nu kan je er hier de vetste stunts mee uithalen. De bus staat voor een speciaal ontworpen greenscreen. Hiermee stimuleren wij al onze vette stunts. Nou, dat is wel heel gaaf, want jullie zitten nou eigenlijk op zee terwijl het een bus is. Oh. Ja, maar gaaf. Nee, maar dat is gaaf. Dat is gewoon dat is de greenscreen, hè. Is gewoon, hier werd ook Avengers opgenomen, toch? Ja, klopt. In deze studio. Ja. We gaan door. Kijk, er komt niks op de plate. Waarom komt er nou niks op de plate bij mij, jongens? Er 86 mensen tegelijk opspringen. Ja, doorlopen. Oh. Ik krijg niks, hoor. Waarom krijg ik nou geen melding? Oh, dan doet deze het niet, denk ik. Echt deze niet? Doet het niet. Ja, maar nee, het is gewoon geen melding. Aan de rechterkant wordt de make-up gedaan. Zit jouw haar wel goed? Maar nou, er zit die rode natuurlijk. Oh ja, als de make-up is, dan is de rode. Ja, die staat gelijk op de tafel te bonjeren. En heb je al make-up op je smoel? Ja, zo. Ja, maar aan de linkerkant gelukkig vind je hoef ik pas in 2080. Oh, vind je, aan de linkerkant vind je de Wall of Fame. Al deze mensen hebben ooit deze attractie bezocht. De Muppets, serieus? Frans Bauer. Kijk de stilpan. Dat is ook een hele bekende, ja. Robby Krutz. Van Strook. Ja. Robby Krutz, 1854. Het is de eerste keer dat ik in een attractie ben, maar goed. York. Oh, York, joh. Ja, die is natuurlijk al jaren dood. Grappig, joh. 1456, joh. Wat is er, Robby? Dat zei je toch niet? Wat? Ik... Wacht. Ik heb nog een gast die erbij moet. Die ga ik er even bij zetten. Ja, is goed. Maar Robby, wat is er aan de hand? Wat is er? Niet Gerard Joling, hè? Nee. Het is er, York is toch... York is toch... Oké. Okay. Ja, hij is dood, maar hij is Sina. Ja, dat hoort erbij. Oké. We wachten nog even op Gio. En wat gaat hij neerzetten? Ik ben heel benieuwd. Gio, lukt het? Oh. We wachten even een spanning af. Maar ik zie hier trouwens dat we, als we naar deze deur gaan, dan komen wij live. Dus dat betekent dat wij dus live gaan in de uitzending. Dat is wel heel spannend trouwens. Ik ben heel benieuwd. Ben je een beetje voorbereid, Roy? Nee. Oké. Okay. Ja, nou, je clownsneus zit goed, dus je wordt zo aangekomen. Er is volgens mij een scène met clowns. Dus daar kan je zo aan deelnemen. Echt? Ja, echt waar. Schatten. Ja. Oké, wat... Oh, de baron! Charles. Ja, maar kijk even naar die datum. Oh, 1898.
Mooi zo, die is leuk. We gaan nu, jongens. Live. Stel, er zijn live opnames bezig en jij speelt hier in de hoofdrol. Oh, vandaar dat die camera hier staat. Ja, hoe voelt het nou om een echte filmster te zijn? Nu doen we het anders. In de volgende ruimte zijn de camera's verstopt. Dus gedraag je zo goed mogelijk. Oh jee, daar gaan we, jongens. Oh ja, ik zie de camera staan. Je moet niet in de lens kijken. Grijp hier kans en slinger als Tarzan door de bomen. Nou, dat gaan we even doen. Ik zie de camera's, maar je mag niet in de cameralens kijken. Dat is even pittig. Oh, Rojo Frembo, je moet het doen. Uitgeslingerd, huppel nu als een elfje door dit elfenbos. La la la. Oh ja, la la la. La la la. Oh ja, ja, ja. Wat vind je van mijn elfenstem? Oh, dit is Rally, mooi. Je familie. Zo, genoeg serieusheid. In de volgende scène kun je de grappen maken van het witte doek worden. Maar waar wacht je nog op? Nou, Robby, ga er eens naast staan. Met je rode neus. Ja, perfect. Pas perfect. Ik zou hier nooit meer weggaan. Blijven staan. Nou, we halen je zo weer vastketenen hier. Ja, die paal. Is een paaltje. Wat is het eigenlijk? Wat moet ik voorstellen? Iets van een clown. Excuus voor die heeft het gebouwd. Nee, die trap. Film van Pipo de Clown. Is het een halve trap hier? Een piano. Hier? Een kraam. Een piano. Oh, piano, natuurlijk. Een pianovleugel. Echt? Oh, ja. Shit. Ja. Grappig. Ja, je weet het nooit. Ik zie het er echt zijn niet in. Het zijn blokjes, nee. Het is Minecraft. Uitgelachen. Ja, maar je ziet ook hier een pretpark souvenir, Roy. Uitgelachen. Neem nu samen met de Disneycraft admins een super toffe video op. Nou, dat doen we nu toch? Nou, jongens, jongens, ik zie dubbel. Welke is nou echt? Ja. Huh? Die ene met de hernia hier. Zo. En wat hebben we hier? We hebben hier Gio, die staat bij de popcornkraam. En hier staat Lodrol. Die staat hier ook maar een beetje koala. Die doet alsof hij een pop is. Kijk, hij doet alsof hij een pop is. Maar als we hem kietelen, kijk. Ja, zie je? Kijk. Dan gaat hij bewegen. Ja, daarom. Nou ja, goed. Hey. Gaan we naar de volgende scène. Daar staat, even kijken, als het me lukt, om even te Toy place. Story. Howdy, dacht je dat je klaar was? Echt niet? Woody staat op je te wachten om een verder scène op te nemen. Gio, staat de camera aan? Ja, hij loopt. Pieter, kan die? Actie. En... Oké. Ja. Ja, ik weet dus echt niet wat ik moet doen. De lever is kwijt en ik weet niet wie het heb gedaan. Ik ben de lever! Ik ben de lever kwijt! En de lever kwijt. Soms komt Woody niet meer. En daarom heb ik heel veel scheid. Heb ik veel scheid. Veel scheid. Ik heb je spijt. Geit. Oh, cactus. Yeah. No. Camera. Wat? Moet je nou weer zingen? De cameralens is net gebroken. Echt waar? Sorry. Ja. Ja, maar er zat de cactus. Ja. Kom me niet inhouden, sorry. Oké, we gaan door. Sst. Er zijn opnames bezig. Stil, Gio. Hallo! Dan zeggen ze dat mijn lach erg is. Oh, vreselijk. Oh, Corrie. Fucking flauw. Die zijn opnames. Hallo. We gaan door. Ik kom weer janken van geluk. Ja. Wat is hier aan de hand? Een rode loper? Oh. Welke superster zal hier zo voorbij komen? Of wacht, jij bent hier de superster. Zet je mooiste glimlach op. Hey, nou, dit is leuk. Nou, die glimlach die was ze net al... Ja. Ik weet van niks. Hey, vrouw de bok. Je bent net te laat. Ja, maar er waren opnames, vrouw de bok. En jij zou alleen maar fraude plegen. Nou, heeft allemaal... nou je mag nou, oké. Okay. Kom maar doorheen. Huppakee. Ja, en dan mag je blijven ook. Mensen bedoven deze special. Hij moet in die attractie blijven. Nee, mevrouw de Bok. Ja, je kan niet meer terug. Doei. Ga maar naar de attractie. Ga maar vrouw de zee. Doei. Mensen bedoven voor het kijken naar deze special. Gaffelo, je bent ook lekker te laat. Jammer dit. Gaffelo weet altijd waar we zijn, hè? Nee, echt waar. Ja, maakt je uit waar je bent? Ze weet je te vinden, dus... Kijk uit hex, voor haar. Hex. Ja. Think hex. Floor. Ook vrouw de bok. Tot snel.
Hallo! Doei! 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 Doei.